Ja, mijn naam is Harm. Op mijn kaartje staat nu, ik moet het zelf even goed kijken, People and Organization Development. Er staat regelmatig iets anders op dat kaartje. Dus iedere keer als ik deze presentatie geef, dan kan ik deze slide zo'n beetje aanpassen. En dat geeft denk ik ook wel een beetje aan waar we staan met bol.com, hoe dynamisch de organisatie is. Ik zal daar zo nog wel even wat meer over vertellen. Ik heb een achtergrond eigenlijk in logistiek. Ik werk al heel lang bij bol.com, voor bol.com begrippen, namelijk 12 jaar. 12 jaar geleden was bol.com ongeveer 100 mensen. Het is nu gaan richting 2000, denk ik. En dat is een heel avontuur natuurlijk geweest. Vanuit die groei en ook de groeipijnen zeg maar, die de organisatie kent, is heel erg mijn behoefte ontstaan om te kijken hoe je een groter groeiend bedrijf toch klein kan laten voelen. Eigenlijk omdat ik een hele toffe ervaring heb gehad toen ik overstapte van wat grotere bedrijven naar het toen nog kleine bol.com. De ondernemerschapsgeest die daarin zit, de hoge mate van energie, de flexibiliteit en alles wat er nog mogelijk is in de wereld, bij wijze van aan je voeten ligt voor zo'n bedrijf. Hoe kun je dat vasthouden, ook als je toch zelf dreigt, ja, toch wel een beetje richting het corporate te gaan, wat wij helemaal niet willen als bol.com. Dus dat heeft steeds meer mijn aandacht eigenlijk gehad de afgelopen jaren. En hoe onze reis daarin is geweest in de afgelopen paar jaar wil ik jullie graag in meenemen. Dus waarom is bol.com er eigenlijk? Bol.com al vanaf 1999, toen we begonnen zijn, zijn wij er om retail te veranderen. Omdat wij denken dat winkelen in Nederland en in België echt wel makkelijker en ook leuker kan dan hoe het was vroeger. Je hoeft niet per se meer in lange rijen te staan op donderdagavond, koopavond. Of naar die winkel te gaan in de hoop dat je nieuwe schoenen vindt en daar te komen. Lang wachten op een medewerker en er dan achter te komen dat jouw maat er niet is. Al die dingen die hoeven eigenlijk niet meer. En dat is best wel veranderd in de wereld. En ik denk in Nederland en België speelt bol.com daar een grote rol in. En zijn continu nog steeds op zoek naar, is dit het dan? Of kan het dan nog beter? Kunnen we het nog mooier maken? Dus dat in een tijdlijn zet, dan zie je dat bol.com ooit is begonnen als eigenlijk de eerste online boekhandel van Nederland. Heel snel kwamen daar cd's, dvd's bij. Maar ja, als je dan nu alweer terugkijkt naar die tijd, het is nog niet zo heel lang geleden, het is 20 jaar geleden is dit. Heel veel mensen lezen hun boek tegenwoordig op een e-reader, niet meer per se een fysiek boek. Wie van jullie heeft er dit jaar nog een cd gekocht? Ik heb niks meer om het mee af te spelen. Nee toch? Dus dat verandert zo waanzinnig snel. Toen we eenmaal uitgevonden hadden hoe je dan cd's en dvd's en games, hoe je dat dan op een goede manier online kon doen, niet per se in een fysieke winkel. Op het moment dat we dat een beetje hadden uitgevonden, was heel die wereld eigenlijk alweer anders. En het wordt digitaal. En misschien moeten we dan toch andere productgroepen gaan doen. Misschien moeten we niet alleen in Nederland blijven, maar ook eens over de grens gaan kijken. Moet je dan per se alleen nieuw aanbod verkopen of al die mensen in Nederland die dan spullen hebben en waar ze zelf niks meer mee doen, kunnen we dat niet ook te koop zetten? Dus veel meer circulair ook weer gaan dingen. We zitten met z'n allen aan de bowlingbaan hier. Ja, sinds 2007 doet bol.com dat eigenlijk ook al. En dat is doorgegroeid ook in, maar als we dat met tweedehands producten kunnen doen, dan kunnen we eigenlijk ook wel met nieuwe producten. Dan moeten wij dan wel een winkel zijn? Of moeten we niet meer een platform worden waar eigenlijk vraag en aanbod ook bij elkaar komt? Als je de winkel wil zijn waar je alles kan vinden wat op dat moment voor jou nodig is, ja, dan moet je aanbod eigenlijk bijna onbeperkt zijn. Dat kunnen we helemaal niet alleen. Dus bol.com hervormt zich ook veel meer naar een platform de laatste jaren. En dat geloven wij ook heel erg in. En je ziet dat ons geen windeieren heeft gelegd. De groei van bol.com is sterk geweest. Dat is denk ik ook de bevestiging, eigenlijk de positieve bevestiging van de klanten. Dus omzet stijgt omdat klanten tevreden zijn. Bol.com heeft 9 miljoen klanten. We hebben een groeiend aanbod. Ik geloof dat hier 16 miljoen staat. Ik denk zo'n 18 miljoen unieke producten op het bol.com platform. 2 miljoen bezoekers per dag in de bol.com app of in de webwinkel. Ja, en dat netwerk is daarin dus essentieel. Dus het netwerk van de ondernemers, de aanbieders op dat platform, maar ook het logistieke netwerk. Van de postbezorgers tot de mensen in onze fulfillment centers. Maar ook het netwerk van je eigen organisatie. Het woord netwerk komt eigenlijk bij bol.com op heel erg veel plekken terug. Ik denk vanavond leuk is om ook even in te zoomen. Hoe ziet dat er dan intern in de manier waarop wij werken? Hoe ziet dat er dan uit?
En voor mij is de zelforganisatie als onderwerp is bijna onlosmakelijk verbonden ook met de agile-beweging die Bol.com heeft gemaakt. Dus het wendbaar organiseren. Dus de manier van werken of de manier van organiseren is voor mij althans geen doel op zichzelf. Voor mij kan dat ook eigenlijk niet. Je manier van werken is een manier om invulling te geven aan wat je nodig hebt als organisatie en wat je klanten nodig hebben van jou als organisatie. Voor Bol.com is dat wendbaar zijn, omdat de wensen van klanten ontzettend snel veranderen. Het is dus 2 jaar geleden was, denk ik, 70% van alle bezoekers op Bol.com gewoon op een laptop naar de webwinkel in je browser. Inmiddels ligt dat helemaal anders. Inmiddels heeft iedereen die winkel in zijn broekzak zitten en dan zitten we allemaal op de app te kijken. Dat gaat zo waanzinnig snel. Gisteren was er nog volop de Google Home Speaker in het nieuws en dat daar een beetje op meegeluisterd wordt. Maar ook dat zijn weer nieuwe manieren om als klant weer te interacteren met een winkel of een platform. Je ziet steeds meer de platformeconomie ook komen. Steeds meer bedrijven die ook kijken van, hey, moeten we nou alles zelf doen? Of moeten wij niet meer een verbindende rol pakken? Zodat verschillende partijen in een ecosysteem allemaal hun eigen waarde daarin kunnen hebben. Van taxidiensten tot e-commerce. Ja, en het blijft ook niet binnen de landsgrenzen. Dus buitenlandse spelers als Alibaba, Amazon ontwikkelen ontzettend snel. Ja, en misschien last but not least, maar arbeidsmarktkrap, steeds moeilijker om talent te vinden. Dus al deze factoren, misschien technologische veranderingen daar nog bij te noemen, die zijn zo ontzettend in beweging. Ze zijn allemaal super relevant voor Bol.com. Dus wij kunnen het ons totaal niet veroorloven om statisch te zijn. Je moet gewoon super snel mee ontwikkelen met deze dynamiek om relevant te blijven. En om dus ook je eigen voortbestaan eigenlijk te kunnen waarborgen. Ja, en dat is dan leuk. Je wil natuurlijk graag ertoe doen als bedrijf en je wil graag effectief zijn en misschien succesvol zijn als onderneming. Maar Bol.com is, naast dat wij een platform zijn, natuurlijk proberen de goede dingen te doen voor onze klanten. Zijn wij vooral ook dit? Zijn we een groep mensen, een groep kleurrijke mensen eigenlijk die samen Bol.com maken. We hebben niet zo gek veel bezittingen of intellectual property. Wij zijn vooral gewoon een groep energieke mensen die er zin in hebben om samen retail te veranderen. Ja, en wat willen wij dan ook zijn voor deze mensen? Dus voor mijn collega's, we willen graag dat wij een organisatie zijn waarin je absoluut jezelf kan zijn. Die hele kleurrijke groep, die moet ook gewoon kunnen en mogen. Je moet eigenlijk niks van jezelf thuis hoeven laten als je bij Bol.com naar je werk gaat. Maar Bol.com moet ook een plek zijn waar je je kan ontwikkelen, waar we elkaar helpen ontwikkelen. Waar je echt het idee hebt van, hey, wij kunnen samen kunnen we het beste in elkaar eigenlijk naar boven halen. Dus ja, die wendbaarheid en die effectiviteit is natuurlijk belangrijk, maar dit is minstens net zo belangrijk. Ja, dus hoe kijk je dan naar organiseren en naar werken als je deze dingen het belangrijkste eigenlijk vindt? Nou, en misschien een voorbeeld om het een beetje tot leven te brengen, waarin ik echt vind dat wat wij graag voor ogen hebben met hoe wij willen zijn als organisatie, waar dat heel sterk naar voorkomt, is eigenlijk 1 bijzonder moment in het jaar. Misschien weten jullie het ook wel. Wat zou nou het meest speciale moment in het jaar zijn voor Bol.com? Black Friday? Ja. Sinterklaas. Het is inderdaad Sinterklaas. En Sinterklaas is inderdaad, wordt er een beetje op de hielen gezeten door Black Friday. En dat is eigenlijk pas sinds 1 of 2 jaar. Ja. Vroeger was het altijd zo, Sinterklaas is eigenlijk by far het grootste piekmoment voor Bol.com. En tegenwoordig is dat inderdaad Black Friday. Zie je maar weer, en dat is er ook echt nog niet zo heel lang in Nederland. Dus dan zie je ook weer hoe snel eigenlijk dat soort veranderingen kunnen gaan. In de voorbereiding van Sinterklaas is echt een moment waarop Bol.com'ers even samenkomen. Waar eigenlijk organisatiestructuren, hiërarchie, ervaring, senioriteit en al die dingen er eigenlijk helemaal niet te doen. En waarbij we eigenlijk samen gewoon aan de slag zijn om zo goed mogelijk een winkel voor onze klanten neer te zetten. En dat ziet er dan zo uit. 400 collega's die vanavond gaan polishen, die vanavond met een gigantische grijns op hun gezicht gaan overwerken. Nou, bij welk bedrijf gebeurt dat? Dat kan er maar bij 1 zijn en dat is Bol.com. Polish Night, die heb ik 4 jaar geleden bedacht voor Bol.com. Een moment waarin we met collega's werken in een paar uur aan het eind van de dag en de avond om de winkel nog beter te maken en klaar te maken voor het seizoen.
Drankje erbij, chippy erbij. Waarom doen we dit niet elke avond? Die drive die is zo uniek binnen bol.com. Ja, daar doe ik alles voor. Dat vind ik echt geweldig. Ja, een van de onderwerpen op de Polish Night is kaartjes schrijven. En hier schrijven collega's in één avond 1500 kaartjes met de hand die we later opsturen naar klanten. Ja, zie je hier mijn collega Marco, die werkt nog veel langer bij bol.com dan ik. Je ziet dat hij echt gedreven is hierdoor. En dat hij het fantastisch vindt dat je op zo'n moment echt alles doet voor de klant. En dat alles eigenlijk bij elkaar komt. We moeten gewoon een goede winkel zijn. Het maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit waar je nou precies van bent. Wij moeten samen gewoon een goede winkel creëren. En daar waar er dus nog een gaatje is of nog een vlekje op te poetsen is in die winkel. En die is er natuurlijk altijd wel. We moeten gewoon samen de schouders eronder zetten. Ja, en die winkel oppoetsen. Dus vandaar de Polish Night. Sommige mensen denken dat het de Polish Night is. Yeah. Als je bij ons in het Fulfillment Center gaat kijken, dan is dat ook wel weer een beetje waar. Die doen er ook alles aan. Maar het is wel fijn dat in Utrecht mensen natuurlijk ook proberen samen die winkel goed te maken. Maar dit zou je natuurlijk... Dit is fijn dat we dit een avond met z'n allen doen. En dat is super high energy. Iedereen is helemaal bevlogen daarin. Maar dit zou je natuurlijk eigenlijk altijd wel willen. En dat hoeft dan niet altijd met de tapkraan open. Maar wat hieronder zit, die vibe, zou je eigenlijk continu wel in je organisatie willen hebben. Ja, dus waarom lukt dat nou soms wel en soms niet? En ik denk dat het heel erg hiermee te maken heeft. Als je kijkt naar hoe er traditioneel georganiseerd wordt, en eigenlijk een model dat we kennen sinds de industriële revolutie, is heel erg functionele hiërarchie. Dat is een bedrijf, een organigram, echt opgebouwd in functies. Dus we hebben marketing, operations, en finance en IT, noem het allemaal maar op. En aan de andere kant heb je eigenlijk je doelen of je klanten waar je eigenlijk het verschil voor zou willen maken. En die laten zich niet zo makkelijk vangen in die functionele divisies. Een klant wil gewoon een goede winkel. Het maakt de klant eigenlijk niet zo heel veel uit of daar nou een marketeer of een finance professional of een logistiek expert voor nodig is. Dus je ziet in toenemende mate eigenlijk dat we in een hoogdynamische omgeving eigenlijk in dat rechtermodel het verschil kunnen maken. Maar we zijn vaak georganiseerd op die linker manier. Nou, dus bol.com gelooft heel erg in dat wij onszelf dus als netwerk van doelgedreven teams of purpose-driven teams moeten organiseren. Met daarin de klant en de partners op het netwerk centraal. En niet de functie zo goed mogelijk uitoefenen. Het gaat om de interactie eigenlijk. En dat weten we al heel lang bij IT. Bij IT in het agile denken en methodes als Scrum komt dat ook heel erg duidelijk naar voren. Nou, en daar liepen wij in 2008 ook al best wel een beetje in vast. Waren we ook heel functioneel georganiseerd. En het lukte ons toen niet om een groot IT-project snel verder te brengen. En daar zijn we eigenlijk best wel van geschrokken, want bol.com was helemaal nog niet zo groot toen. En wij dachten, ja, maar als wij nu al, wat voor ons dan een groot IT-project is, maar het eigenlijk nog wel meevalt, al niet goed kunnen, ja, waar gaat dat dan naartoe, joh? En hoe kan dat dan? En dat was echt een moment dat we ons echt de ogen openden van, hé, maar dit kan dus niet. Het gaat veel meer over de samenwerking tussen teams, veel meer nog dan dat er een afdeling testers is en een afdeling ontwikkelaars en al die functionele afdelingen. Dus daar zijn we ons echt op een andere manier gaan organiseren. Met in dit geval de Scrum. Later doorontwikkeld in echt wat in de markt de DevOps genoemd wordt. Dus dat ontwikkelen van software en het beheren eigenlijk van systemen veel meer in één hand komt. Dus een hele hoge mate van ownership en ondernemerschap in teams. Of zoals wij dat bij bol.com noemen, you build it, you run it, you love it. Dat is een totale, en als je dat afkort krijg je een heel gek woord. Dus, en hier zie je eigenlijk dat de volledige verantwoordelijkheid voor een product, dus de app van bol.com of een ander stuk techniek wat achter bol.com zit, dat echt heel sterk in één hand bij een team. Dus je bent end-to-end eigenlijk verantwoordelijk. Dus dat betekent dat als jij het bouwt en je brengt het live en er is iets mis mee, dan ben jij ook degene die 's nachts gebeld wordt om het weer op te lossen. End-to-end verantwoordelijk. Dat betekent dat je best wel een verantwoordelijkheid hebt om te nemen. Dat gaat ook niet zomaar, daar moet je naartoe werken. Maar het heeft ook heel veel voordelen. Je krijgt onwijs veel autonomie en flexibiliteit daarvoor terug. Dus, Scrum teams bij bol.com kunnen zelf beslissen wanneer software live gaat. Kunnen ze compleet op hun eigen manier doen. Die past in hoe zij willen werken. En daarvoor vraag je terug dat je ook de verantwoordelijkheid daar echt voor neemt. En dat zul je zien, dat komt eigenlijk steeds terug in hoe we willen werken bij bol.com. Wat we geprobeerd hebben in de jaren daarna is ook Scrum wel toe te passen buiten IT. Dus eigenlijk te kijken van, dus je hebt ook die, nou, laten we zeggen, niet-IT of business activiteiten in je bedrijf. Kun je daar dan ook gewoon gaan scrummen? Nou, dat hebben we geprobeerd. En je kan daar best wel wat elementen van toepassen. Stand-ups, kanbanborden. Best wel wat elementen van Scrum die je kan toepassen. Maar nou te zeggen, je kan die hele methode gewoon
uitpakken, neerzetten en dan werkt het. In onze ervaring eigenlijk niet zo goed. Wat wel kan is kijken naar de waarden die daaronder zitten, eigenlijk de basisprincipes. Maar ik geloof wel dat je toch verschillende onderdelen van het bedrijf een beetje op een eigen practice uitkomt. Maar je kan wel naar een gezamenlijkheid gaan kijken. Die hebben wij gevonden in dit model. Waarbij we eigenlijk zeggen, de kern voor Bob.com is dat we niet functiegedreven, maar purpose gedreven zijn. De verbindende factor zou toch altijd moeten zijn, we doen het voor de klant. We doen het omdat we retail willen veranderen. En dat moet een soort North Star of kompas ook zijn voor teams. Als je dat sterk neerzet, is het ook makkelijker om los te laten. Dan kun je makkelijker vertrouwen, elkaar vertrouwen geven. Maar vertrouwen is er niet zomaar, staat niet los. Bij dat vertrouwen hoort ook verantwoordelijkheid nemen. Het gaat dan over autonomie. Dus hoe werk je naar meer autonomie toe? Dat betekent dat je moet durven vertrouwen. Maar dat betekent ook dat je moet werken aan het kunnen nemen van die verantwoordelijkheid. Dus je moet ook ontwikkelen. Je moet je vakmanschap ook vergroten. Hoe groter je vakmanschap wordt, hoe makkelijker je ook verantwoordelijkheid kan nemen. En als je dat laat zien, is het ook weer makkelijker eigenlijk om jou als team meer vertrouwen te geven. Dus dit is ook een vliegwiel eigenlijk waar wij aan werken binnen Bob.com. Dus hier geloven we heel erg in. En het kan dus best zijn dat je in de practice, in hoe precies je werkmethodiek eruit ziet, dat op verschillende plekken er een klein beetje anders uitziet. Maar dat heeft wel dit als basis. Ja, dus als je dit toepast, dus je probeert deze kernwaarden toe te passen ook op een, laten we zeggen, een wat breder toepasbare manier dan alleen Scrum. Dat zijn we gaan proberen. Toen zijn we op holacratie uitgekomen. En zijn we van holacratie ook gaan kijken naar wat zijn delen daarvan die waarvan we denken dat die heel goed passen bij Bob.com. Maar er zitten misschien ook wat stukjes in waarvan we denken, nou, passen wat minder. Dus wij hebben met Spark wel een beetje onze eigen variant of afslag genomen op holacratie. Maar je zal zien dat er heel veel overeenkomt. Zoals bijvoorbeeld een levend organigram, in dit geval in Glassrock, de tool die veel holacratische bedrijven gebruiken, ook hier bij Visie. En wat je hier ziet eigenlijk is dat het organigram dat vroeger door de HR-afdeling eigenlijk bijgehouden werd en wat altijd achterliep, want inmiddels iemand toch weer net iets anders aan het doen, team samenstelling is veranderd. Ja, dan kon je het organigram opvragen bij HR, maar wordt dan één keer per maand of twee keer per jaar geüpdate. Dit is een model wat eigenlijk veel meer peer-to-peer werkt. Iedereen werkt hierin. Je bent eigenlijk met z'n allen continu dat organigram aan het updaten. En dat doe je omdat je zelf als team profijt van hebt. Voordeel dat je er met z'n allen bij hebt is dat je ontzettende transparantie krijgt op rollen, verantwoordelijkheden, voortgang, op stukjes werk. Super krachtig als je als organisatie, zeker als een grotere organisatie, dit ingericht krijgt. Dus een voorbeeldje voor een deel van het bedrijf waar ik de afgelopen 2 jaar veel gewerkt heb, namelijk commercie. Commercie Bob.com is ongeveer 500 mensen. Moet je je voorstellen dat vroeger ook functioneel georganiseerd werd. Dus we hadden een grote afdeling inkoop. We hebben geen winkels waarin we verkopen. Het heet dan merchandising. Maar je hebt specialisten die gaan over prijsstellingen, over voorraad, zorgen dat er genoeg is. Zorgen dat we het aanbod ook kunnen hebben. Relaties met leveranciers. Zorgen dat we producten kunnen hebben. Maar ook dat producten goed getoond worden in de app op de site, dat daar een goed verhaal bij is, productkenmerken, al dat soort dingen die maken eigenlijk dat die winkelervaring voor jou als klant, dat die goed is. Maar dat zijn allemaal verschillende disciplines, allemaal verschillende functies. En die waren dus heel hiërarchisch georganiseerd in allerlei functionele pijlers. Met als voordeel dat kun je dat heel lang stabiel houden en dan kun je proberen zo goed mogelijk in te kopen. Dan heb je misschien de beste prijs. Maar wat heb je er als klant aan als er niet genoeg voorraad is? Of als er geen goede productafbeelding bij is? Of je kan hem niet goed zoeken? Of we hebben de marketing even niet geregeld, dus als je het googelt kom je er ook niet bij uit. Als klant word je pas echt goed bediend als die hele winkel klopt. Als al die disciplines naadloos met elkaar werken. Dus wat we daar echt zijn gaan veranderen is zeggen van, nee, maar als je daar veel meer gaat denken vanuit de cirkelstructuren die je hebt in holacratie. Dan moet je dus eigenlijk die disciplines samenbrengen. In een echt multidisciplinair team. En dan moet je het veel platter maken. Ook die hiërarchie veel meer eruit. En samen ook echt weer dat end-to-end ownership nemen van de winkel. En daar hebben we toch weer de leerpunten ook vanuit Scrum IT meegenomen. Dus hier geldt eigenlijk ook alweer een beetje dat you build it, you run it, you love it. Het is jouw winkel. In dit geval 42 winkels. Dus van schoenen tot koelkasten, tot televisies, boeken. Dat stukje van die Bob.com winkel is van jouw team, je bestuur jezelf. Ben je end-to-end voor verantwoordelijk. En dan ben je toch weer een stapje dichter bij dat grote bedrijf wat klein voelt. Want dan kun je weer met 10 mensen eigenlijk aan een tafel gaan zitten. En dan ben je eigenlijk gewoon weer een kleine onderneming. Weliswaar binnen een groter geheel, maar dat gaat dan wel meer zo voelen.
Ja, wij zijn holocratie en onze variant daarop zijn we Spark gaan noemen. Ik ga niet helemaal methodisch de diepte in, kunnen we misschien straks in de Q&A doen. Maar ik zal in ieder geval één ding uitleggen, want anders is het heel gek dat we dat Spark genoemd hebben. Dus waarom zijn Sparks nou eigenlijk de basis voor de manier waarop we in deze teams werken? Het heeft eigenlijk met dit te maken. Spark is eigenlijk een vonkje waarmee je de motor opgestart krijgt. Dus je zou dat kunnen zien als een nieuw idee, als het ware. Maar een spark, of een vonk, is ook de frictie bij bijvoorbeeld metaalbewerking. De spanning, de frictie die ontstaat in het uitvoeren van je dagelijkse werk. Het gaat niet altijd vanzelf. En het is niet altijd nieuwe, frisse ideeën. Soms is het ook gewoon problemen waar je tegenaan loopt. Dingen die je tegenhouden, die opgelost moeten worden. De wrijving. Maar als je daarover nadenkt, dan maakt het natuurlijk eigenlijk niet zo heel gek veel uit of het nou vanuit die hele positieve of die wat meer negatieve hoek komt. Wat je veel ziet in organisaties, misschien herken je het wel, is dat je dit soort dingen ervaar je natuurlijk gewoon in je werk elke dag. Je hebt nieuwe ideeën terwijl je aan het werk bent, maar je loopt ook tegen problemen aan. En wie van jullie is er wel eens gewoon op het werk naar de koffieautomaat gelopen om even stoom af te blazen? Er staat een collega daar, je probeert gewoon even een nieuw ideetje uit. Of je moet gewoon even klagen over iets wat niet zo lekker loopt. Herkennen we wel, toch? Het voordeel is dat dat wel lekker oplucht. En ondertussen loopt dat bakje koffie loopt vol. En dan kijk je elkaar nog even aan. En dan zeg je, nou, werk ze, dankjewel. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Ja, niet zoveel. En dat is precies het probleem. Dus aan de ene kant zit die energie zit er wel bij mensen in organisaties. We weten echt wel wat er beter kan. Bij iedereen zitten ideeën. Iedereen loopt tegen issues aan. Maar ze blijven zo vaak bij de koffieautomaat hangen. En dat zou je niet willen. Dus je zou eigenlijk willen dat dat veel meer een brandstof wordt voor je organisatie. En dat je continu bezig bent met verbeteren, vernieuwen op basis van dus wat wij sparks noemen. Waar je continu tegenaan loopt. En niet alleen in de bovenkant van het bedrijf, in de directie of bij het management. Nee, bij iedereen. En dat is denk ik echt de essentie van als je bij een groter bedrijf dan toch die wendbaarheid erin wil houden, maar ook die bevlogenheid in de organisatie, dan moet je dit soort dingen mogelijk gaan maken. En dat kun je dan zeggen tegen elkaar, dan kun je misschien een keer afspreken. Bij ons mag dat en dan mag iedereen het zeggen. Maar het is misschien nog wel sterker als je het echt borgt in je structuur en in de manier waarop je werkt met elkaar. En als je het dan ook echt herkent. Dat is natuurlijk precies wat je doet met holocratie of wat wij Spark noemen. Dus dat je afspreekt, dat je gewoon werk doet in een heldere rol. Dat je erkent met elkaar dat je in het doen van dat werk altijd tegen die sparks aanloopt. Dat je altijd nieuwe ideeën hebt en tegen problemen aanloopt. En dat je met elkaar afspreekt van, wij willen graag een ondernemend bedrijf zijn. Dus als je daar tegenaan loopt, ga vooral aan de slag. Voel je niet geremd. Maar dat is ook wel een beetje makkelijk. En zeker in een bedrijf met bijna 2000 mensen. Dat is soms heel lastig. Dus je wil je collega's ook helpen om daarmee verder te komen. En dan helpt het wel als je een plek hebt, of een meeting in dit geval, waar je naartoe kan met je ideeën, met je issues, met je sparks. En waar de manier van werken en ook de manier in dit geval van vergaderen gericht is op hoe kan ik jou helpen om dat om te zetten in een zinvolle verbetering. En niet één keer, maar elke week en bij iedereen. En zo continu eigenlijk de vernieuwing in je organisatie te voeden. Ja, leuk. Moeten we natuurlijk met z'n allen doen. Fantastische manier van werken. Dat dacht ik echt ook. Vier jaar geleden dacht ik van, ja, dit is het. Dit past natuurlijk supergoed bij Bob.com. We zijn al aan het scrummen. Ja, dit is iets breder toepasbaar. Het klopt precies in de waarde van hoe wij willen zijn. Dus dit is een no-brainer. Dit moeten we gewoon doen. Dus zo heb ik het ook ooit gepresenteerd. Dus ik werk heel lang bij Bob.com. Dus ik heb wel relatief makkelijke toegang tot bijvoorbeeld directie. Dus ik kon daar ook wel gewoon een keer naartoe. Een goed voorbereid verhaal en jongens, volgens mij moeten we dit gaan doen. Ja, en wat gebeurde er toen? Helaas was dat ook niet zoveel. En dat vonden we toch een beetje spannend. En achteraf gezien, dus ik was misschien ook een beetje op het verkeerde been. Want als je goed kijkt naar holacracy literatuur, dan wordt er best wel veel geadviseerd. Omdat het zo'n grote verandering is in manier van werken, wordt eigenlijk gezegd, ja, dan moet je dat ook in één keer doen. Het is echt een verandering, een heel nieuw paradigma. Dus je moet met je hele organisatie moet je gewoon naar die nieuwe manier. Hè? Want je moet echt afrekenen met het oude en instappen op het nieuwe. Ja, dat snap ik wel. En als dat lukt, is dat denk ik ook heel waardevol. Maar het is echt heel moeilijk met grote organisaties. En het is met 30 mensen denk ik heel anders dan met 2000 mensen. En voor mij was het dood eenvoudig gewoon. Ja, daar kreeg ik echt geen go voor. Dat kon gewoon niet. Dat durfden we ook niet aan.
En we dachten ook dat het niet verstandig was, ook om dat dan maar top-down te beslissen. We vroegen ons zelfs af, van, zouden bijvoorbeeld dat eigenlijk wel pikken, als nu de directie zegt, hé, joh, wij gaan holocratie doen. We zijn wel een beetje opstandig volkje, Bob.commers. Misschien zouden we dan ook wel zeggen van, joh, wat denk jij dan? Dus dat gingen we niet doen. Maar wat wel mocht, was eigenlijk veel kleiner beginnen in een pilot. Dan zeiden we wel van, joh, Harm, als jij denkt dat dit echt een goed idee is, dan moet je maar gewoon in je eigen teams eens kijken of je dit kan gaan doen. En misschien moet je het ook wel gewoon bewijzen. Misschien is het ook wel niet zo stom om maar eens te laten zien dat die nieuwe manier dan ook echt beter is dan die oude manier. Want als dat echt zo is, ja, dan zou dat eigenlijk gewoon toch een beetje de oude manier van werken moeten gaan opeten, als het ware. Dan gaan we toch wat meer vanzelf over. En dan is de transitie misschien ook wat minder pijnlijk dan, nou, wat we op dat moment ook in de media bijvoorbeeld zagen bij een vergelijkbaar bedrijf als bijvoorbeeld Zappos in de VS. Waar zeker ook op dat moment ook, ja, niet altijd even positief over geschreven werd. Oké, prima. Zijn we gaan doen. Dus daar wat hulp bij georganiseerd. Het zijn eigenlijk heel klein. Mijn oude team bij logistiek zijn we gaan begonnen met holacracy, tactical meetings, werken met sparks, rollen, verhelderen, al die dingen. Ja, en toen gebeurde er iets heel moois. Het was een hele beperkte groep mensen, maar die werden daar wel heel erg enthousiast van. En die hielden dat ook helemaal niet bij zichzelf. En die zijn dat gaan vertellen eigenlijk ook in de kantine, zoals wij hier nu ook aan tafel zitten. En dan zat er af en toe ook wel een directielid bij en die hoorde dat dan. Van, ja, maar dit helpt ons echt. En het is echt beter geworden. En ik kan er nog veel beter mijn ei kwijt. En het is nog effectief ook. En ik heb nog nooit zo'n effectieve vergadering gehad. Heerlijk. De andere teams hoorden het ook. En mijn telefoon begon op een gegeven moment te rinkelen. En eigenlijk gebeurt er dan iets wat hier heel erg op lijkt. En hier zie je een festival in Amerika. Waar een beetje maffe figuur een beetje begint te dansen. En waar in het begin eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurt. Maar langzaamaan steeds meer mensen bijkomen. En langzaamaan wordt die groep wat groter. En je ziet hier in de voorgrond zie je wat mensen zitten. En die zaten eerst nog heel rustig eigenlijk van, ja, hier zit iemand toch een beetje gek te doen. Maar nu wordt die groep steeds groter. Die begint eigenlijk al bijna groter te worden dan ons groepje. Dus nu zijn wij misschien een beetje gek aan het doen. Ja, dus het... En dat heeft ook een versnellend effect. Hè. Je ziet de cameraman op een gegeven moment opstaan. En dan komen er nog meer bewegingen in en dan komen wat mensen aangesneld. En dan zie je op een gegeven moment ook een beetje wat er gebeurt als je kritieke massa bereikt. Ja, dan gebeurt er namelijk dit. Dan komen er heel veel mensen meedoen. En voor je het weet is dit dus het nieuwe normaal. En de grap hiervan, als je hier meer van zou willen weten, is een TED-talk van Derek Cyphers. En die heet How to Start a Movement. En de essentie daarvan is dat het niet gaat om deze kerel. Natuurlijk heb je die wel nodig en iemand moet er ergens een keer beginnen. Maar het is eigenlijk niet de grootste waarde die toegevoegd wordt aan de movement. De grootste waarde die toegevoegd wordt aan de beweging zijn de first followers. En het is eigenlijk onder andere deze jongen. Die doet namelijk dit. Die zegt, hé jongens, dit is gaaf. Volgens mij moeten jullie ook meedoen. En dat is vele malen overtuigender dan die ene keer al zonder shirt in het begin. Dus als je deze mensen niet hebt, je niemand hebt die anderen erbij roept, dan ben je gedoemd. Dan sta je gewoon in je eentje te dansen. Dus dit heb je nodig. Dus als je bottom-up beweging wil creëren in je organisatie, moet je dus actief daarna op zoek gaan. Hoe creëer je nou een situatie waardoor mensen dus anderen erbij gaan vragen? Dat kan eigenlijk maar op één manier. Dan moet je er heel erg tevreden over zijn. Dus je moet alles aan doen om ervoor te zorgen dat die mensen er echt blij van worden. En dat ze actief promotors dus worden van de nieuwe manier van werken. En ook daarbij hoort dus dat je misschien dan toch ietsje minder streng in de leer bent. En dat je iets meer op zoek gaat naar past wat we aan het doen zijn. Nou ook echt bij ons en wat wij willen en hoe we willen zijn. Veel meer nog dan wat staat er precies in het boekje. En toen we dat zijn gaan doen en toen we heel erg goed zijn gaan luisteren naar die eerste teams. Wat spreekt je nou heel erg aan in deze manier van werken? Wat spreekt je misschien wat minder aan? Waarom ben je geen actieve promotor van deze manier van werken? Nou, ik vind dit en dit en dit vind ik eigenlijk allemaal nog niet zo lekker werken. Nou, dan moeten we daar misschien toch nog eens aan gaan draaien. En in het begin kan het ook wel. Je kan met een kleine hoeveelheid teams kun je nog best veel experimenteren. Dus dat zijn we gaan doen. En wat er gebeurde is dit. We begonnen over te springen naar andere plekken. Mensen praten met elkaar en zeggen, hey, het helpt ons, misschien helpt het jou ook. Je moet die Harm eens bellen, misschien kan die je wel helpen.
En steeds meer teams begonnen er eigenlijk ook in te geloven en wilden het ook. Dus mijn telefoon bleef maar gaan met, hey, kun je ons ook helpen? Kunnen we op een gegeven moment alleen met consultants van buiten dit voeden? Werkte niet meer. Zijn intern mensen gaan opleiden om dit te gaan coachen. Dan konden we dat nog weer veel beter gaan organiseren, gaan helpen. Ja, en zo is dat eigenlijk gaan olievlekken bij Bol.com tot ongeveer een jaar of twee geleden. En toen ging mijn telefoon en toen waren het een aantal jonge leiders bij in onze commercie deel van het bedrijf. En die zeiden van, nou, wij hebben eigenlijk best wel last van werken in silo's. Dus die winkelteams die ik net heb laten zien. Wij denken dat het anders moet en wij willen met 500 mensen overgaan naar dit model. Dus dat was dan ook wel olievlekken, maar toen vlekte het ineens wel heel hard in één keer. Dus dat vond ik heel spannend. Maar dat hebben we toen wel gedaan. Het gaf ook heel veel kansen om bijvoorbeeld ook het coachteam te versterken. Doordat we er zo groot instapten met zoveel mensen, kwamen er ook weer meer middelen beschikbaar. En heeft een hele grote en belangrijke impuls gegeven aan de Spark-beweging bij Bol.com. Ja, dus waar brengt dat ons nu? Het is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Het heeft een aantal pieken en dalen gehad. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen daar ook over. Dus ik zal meteen nog wel wat verder op ingaan. Maar als je een beetje uitzoomt en je kijkt van, hey, wat is er nou in die 4 jaar tijd gebeurd? Dan denk ik dat het een positief verhaal is. Omdat we doorgegroeid zijn van die eerste 2 cirkels die eigenlijk als pilot zijn begonnen, naar op dit moment 1400 mensen bij Bol.com die dus met Spark werken. En daarnaast hebben we denk ik ongeveer 400 mensen in IT die veelal in een scrum manier van werken worden. Dus dat betekent dat we heel dicht nu zitten tegen dat we met bijna 100% van het bedrijf op een wendbare, agile, ondernemende manier zelforganiserend aan de slag gaan. Waarbij we proberen vast te houden aan die gezamenlijke kernwaarden van vertrouwen, verantwoordelijkheid, vakmanschap, purpose. Waarbij we zeggen, hey, scrum is oké, okay, Spark is ook oké. Okay, en waarschijnlijk gaan we nog wel wat variatie daarin brengen. Wij blijven tot op de dag van vandaag de NPS meten. Dus ik ben nog steeds op zoek naar die followers. En ik ben nog steeds op zoek naar de reden waarom je geen promotor zou zijn van deze nieuwe manier van werken. En als het op wat voor manier dan ook niet meer klopt, dan moeten we er misschien toch nog aan draaien. Dus we blijven ook flexibel kijken naar onze eigen manier van werken. Die blijft geen doel op zichzelf. Het moet een middel eigenlijk zijn. Ja, en wat we gelukkig hebben kunnen doen en waar ik heel blij mee ben, is dat we zijn ooit eens begonnen met een aantal collega's die het eigenlijk naast hun werk andere teams zijn gaan helpen als een soort part-time coach. Zo ben ik zelf ook begonnen. Inmiddels heb ik hier mijn werk van kunnen maken en dat is waanzinnig. En met mij nog 6 anderen. Nou, dat is natuurlijk heel tof dat dat in die tijd kan ontstaan. En doordat we daar nu zoveel dedication op hebben, denk ik dat we er nog veel meer uit kunnen halen. Wil je nou nog wat meer weten erover? We schrijven er regelmatig over op een aantal plaatsen. Kun je hier vinden. We vinden het ook belangrijk om het te communiceren. Omdat wij willen uitdragen wat voor type organisatie wij willen zijn. Zodat we ook... we doen ook een appel aan mensen die het tof vinden. En die het gaaf lijkt om in zo'n organisatie te werken. Ja, kom er vooral bij. Dank jullie wel.